Dankjewel. Wat mooi om zo te starten met Amazing Grace en vervul ons met uw liefde. Ik denk dat dat heel mooi aansluit bij de boodschap die ik hoop te brengen vandaag. Dat dat ook een boodschap is waarin Jezus zich geeft voor ons om genade uit te delen en om zijn liefde voor ons zichtbaar te maken. Goedemorgen, mijn naam is Ariane de Vries. Ik mag vandaag de preek geven en ik wil jullie meenemen in het avondmaal. Het is een van de meest krachtige rituelen die de kerk heeft. Alle zintuigen worden erbij betrokken. En als we het avondmaal vieren, zijn we samen met elkaar aanwezig. En zijn we ook in de aanwezigheid van Jezus. Het is iets wat we vieren sinds het ontstaan van de kerk. En tegelijkertijd kan het gewoonte worden. Ik merk het soms aan mezelf. Ik denk, oh ja, het is voor avondmaal. Ja, laten we het avondmaal eens vieren. Staan we dan nog wel eens stil bij wat avondmaal nou eigenlijk betekent? En wat we vieren, wat de boodschap is van het avondmaal? Daarom wil ik stilstaan bij het avondmaal. Om daar weer eens over na te denken. En om te kijken naar de boodschap voor ons en wat de betekenis ervan is. En om dat te doen wil ik jullie meenemen. Het is avond. Jezus ligt aan tafel met om hem heen in ieder geval de discipelen. Misschien waren er meer mensen aanwezig, maar in ieder geval de discipelen zijn er. De tafel staat rijk gedekt. Er staat eten, er staat voedsel. Het is ook een bijzondere maaltijd. Een feestelijke maaltijd waarin het Pesach gevierd wordt. En om te begrijpen wat er gevierd wordt in die maaltijd, moeten we nog een keer terug in de tijd. In de Bijbel vinden we dat in het boek Exodus. Exodus. Waarin we het volk Israël tegenkomen. In Egypte. Ze zijn daar in eerste instantie nog vrijwillig terechtgekomen na omzwervingen en Jozef en al die namen. Ze zijn daar terechtgekomen. Groeiden daar als volk tot ergernis van de Egyptenaren en van de farao. Uiteindelijk werden ze gevangenen, tot slaaf gemaakt, gedwongen om te werken. En was er heel veel lijden. Dat gaat zo een paar honderd jaar door, totdat de maat voor God vol is. Hij roept mensen, hij roept Mozes om naar de farao te trekken en te gaan zeggen van laat ons volk gaan. Maar de farao zei, nee, er komt niks van in. Er volgen plagen. 10 stuks, de een nog verschrikkelijker dan de ander. Elke keer om te hopen dat het volk mag gaan, maar elke keer is het antwoord nee. Sterker nog, jullie zullen nog wat harder gaan werken. Er lijkt geen uitweg te zijn, tot de 10e plaag volgt. De meest verschrikkelijke plaag. De plaag waarbij alle oudste zonen in Egypte zullen gaan sterven. Tenzij. En daar laat God zich zien. Tenzij er een lam geslacht wordt. Het bloed aan de deur gestreken wordt. En dat huis zal beschermd zijn. Dat huis zal God beschermen. God die een uitweg biedt in deze situatie. De zoon van de farao sterft, er sterven veel andere zonen. En de Egyptenaren zeggen, ga, vertrek, ga weg uit dit land. We willen jullie niet meer. Het volk stond al klaar om te vertrekken en vertrekt. En dat vertrek uit Egypte, God die het volk bevrijdt, dat staat centraal in de maaltijd die Jezus viert. Het is het begin van een intieme relatie met God en zijn volk. En elk jaar moet die gebeurtenis herdacht worden. Zo ook bij de maaltijd die Jezus hier aan het vieren is met zijn discipelen.
Het is een maaltijd met vaste gebruiken. Een maaltijd met rituelen. Met volgordes. En ze vieren een maaltijd. En op het moment dat het brood wordt gedeeld, gebeurt er iets nieuws. Jezus zegt hier ineens bij, dit is mijn lichaam dat voor jullie wordt gegeven. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En later opnieuw, als Jezus een beker met wijn heeft. Deze beker is voor jullie. Die wordt uitgegoten als teken van het nieuwe verbond. Dat door mijn bloed gesloten wordt. Jezus maakt er iets nieuws van. Een nieuw verbond in de tekenen en in de woorden die hij geeft. Dat leren wij kennen als het avondmaal. In een andere kerk heet het Eucharistie. Het is in ieder geval een symbolische maaltijd die de kerk vanaf het begin van de eerste eeuw gevierd heeft. En even voor de duidelijkheid, symbolisch, daar bedoel ik mee dat iets gewoons een diepere laag krijgt. Als voorbeeld kan ik nemen een rechthoekig lapje stof. Verf er de kleuren rood, wit en blauw op en je hebt een vlag. En die vlag die roept soms emoties op. Die roept iets op. In sommige contexten anders dan andere. Dat is wat je bedoelt met een symbool. Hang die vlag op z'n kop en het roept weer iets anders op. Ook dat is een symbool. En zo is ook het christendom gevuld met symbolen. Zaken die een hele andere betekenis krijgen. Naast me hier op het podium staat een groot kruis. Als je daarbij stilstaat en bedenkt waar het kruis voor staat, dan roept dat iets op. Het is een symbool wat we keer op keer kunnen oproepen. En zo geldt dat ook voor het brood. Het is eigenlijk gewoon een stukje matzen. Heel normaal iets. Maar als we zo meteen het avondmaal vieren, staat dit minuscule stukje brood. En het bekertje wijn dat je drinkt. Voor iets veel diepers. En tegelijkertijd staat een symbool niet gelijk aan wat het is, zeg maar. Dit stukje brood is niet Jezus. Het verwijst naar Jezus. Het maaltijd vieren, de avondmaal vieren, is niet iets magisch. Het is geen ritueel. Het is wel een ritueel, maar het is niet magisch iets wat iets oproept. Het is niet het echte. Het verwijst naar het echte waar we ons naar mogen uitstrekken. En deze preek gaat dus over die symbolische maaltijd. En ik wil me richten op vier aspecten. Dus het avondmaal vieren in de hoogte. We kijken naar de diepte. We vieren het in de breedte. En we doen het in de lengte. De hoogte met het blik naar boven. De diepte naar het lijden van Christus. De breedte met elkaar als gemeente. En de lengte totdat Jezus terugkomt. Om te beginnen de hoogte. En in alle aspecten ga ik elke keer met jullie een aantal teksten in de Bijbel langs. We staan stil bij God. Een God die zich toont, die zich openbaart. En dat doet God de hele Bijbel door. Dat begint al in het paradijs, bij het eerste begin. Vanaf de schepping wil God een relatie hebben met de mens. Dat gaat al heel snel mis. Toch blijft God keer op keer zoeken naar een relatie, naar een verbinding. We lazen net al van het volk Israël dat bevrijd wordt. Dat komt in de woestijn en dat is het moment dat God regels wil afspreken met het volk. Wetten geeft om een soort samen op te trekken aan de hand van afspraken. En dat noemen we een verbond. En als het gaat om zo'n verbond, als het gaat om dat verbond, komen we al in het Oude Testament ook elementen terug die we terug gaan zien in het avondmaal. Om te beginnen in Exodus.
Exodus 24. Mozes heeft daar de geboden ontvangen en regels die bij het verbond horen. En om daar gehoor aan te geven, heeft Mozes een ritueel. Hij offert een aantal stieren en hij vangt het bloed op. De helft van het bloed wordt op een altaar gesprenkeld, maar met de andere helft gebeurt iets anders. In vers 8 van Exodus 24. Toen nam Mozes het bloed en besprenkelde daarmee het volk. Met dit bloed, zei hij, wordt het verbond bekrachtigd dat de Heer met u gesloten heeft door u al deze geboden te geven. Het bloed als teken van het verbond met God. Bloed als symbool. Hou dat ook vast, dat komen we zo meteen nog vaker tegen. De jaren verstrijken. Het volk Israël groeit en gaat op weg. Het verbond dat gesloten is met God blijkt moeilijk te houden. Keer op keer gaat het volk in de fout. En om daarop te wijzen stuurt God rechters, koningen en uiteindelijk profeten. En een van die profeten is Jeremia. En Jeremia geeft een nieuwe boodschap. In Jeremia 31. We lezen daar namelijk iets bijzonders. Vanaf vers 31. De dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit. Een ander verbond dan dat ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken. Hoewel ze mij toebehoorden, spreekt de Heer. Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden, leer de Heer kennen, want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al. Spreekt de Heer. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. Er zal een nieuw verbond komen. God blijft trouw aan zijn volk, ook al blijft het volk niet trouw aan God. Dat brengt ons bij Jezus. De schrijvers voor het Nieuwe Testament wil die boodschap keer op keer benadrukken. Dat wat in het Oude Testament wordt aangekondigd, vervuld zal worden door Jezus. En dat is opgeschreven in het Nieuwe Testament. En Lucas maakt dat heel erg duidelijk in Lucas 22. En dat zijn woorden die we kennen van het avondmaal. Lucas 22, vers 14. Toen het tijd was, ging hij, en dat is Jezus, samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. Hij zei tegen hen, ik heb er hevig naar verlangd dit Pesachmaal met jullie te eten, voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want ik zeg jullie, ik zal geen Pesachmaal meer eten totdat het zijn vervulling heeft gekregen in het koninkrijk van God. Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei, neem deze beker en geef hem aan elkaar door. Want ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam het brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei, dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei, deze beker die voor jullie wordt uitgegoten is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Woorden van Exodus en van Jeremia komen hier terug. Bloed. Bloed dat vergoten wordt. Het bloed van Jezus vergoten voor velen. God laat zijn mensen niet los. En door Jezus wordt een nieuw verbond gevormd. Een nieuwe basis voor een relatie om bij God te mogen zijn. Om bij God te horen. Jezus geeft zijn eigen bloed, geeft zichzelf om de weg vrij te maken, om keer op keer terug te keren bij God. En wij hoeven daar als mens niets
voor te doen. God geeft ons een nieuw, eeuwigdurend verbond. En het avondmaal wijst daarmee op wat God voor ons gedaan heeft. We kunnen onze blik omhoog richten. We mogen vieren dat door God, door Jezus, door het nieuwe verbond er een weg vrij is om bij God te horen. We mogen vieren dat we leven door Christus. Vieren dat we bij God mogen horen. Dat God naar de aarde is gekomen. En dat we Jezus in ons midden mogen ontmoeten. In het avondmaal vieren we dat keer op keer. We vieren dat wij van Christus zijn. En dat hij zich uitdeelt aan ons, zodat we leven door hem. En in het avondmaal wordt dat tastbaar, voelbaar. Proefbaar. Om die hoogte te zien, om die hoogte te ervaren, ging dat gepaard met een prijs. En daarom moeten we ook naar de diepte kijken. De diepte van het lijden van Christus, van Jezus. We lazen net de woorden van Lucas over het avondmaal. Ik wil nu de woorden van Paulus lezen uit 1 Korintiërs 11. Vanaf vers 23. Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer, Jezus, werd uitgeleverd, nam hij een brood. Sprak het dankgebed uit. Brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken. En zo nam hij na de maaltijd ook de beker. En hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie eruit drinken, om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer tot hij komt. Dus altijd wanneer u dit brood eet, en uit deze beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt. De dood van de Heer. De dood van God. Dieper kunnen we bijna niet gaan, toch? Het oude verbond ging gepaard met offers en bloed. We hoorden net het verhaal van de uittocht. Waar een lam geslacht moest worden om vrij te kunnen zijn. En dat roept een beeld op van Jezus dat als lam geslacht wordt. Om ons te bevrijden met zijn bloed. Jezus die moet gaan lijden. Ook daarvan zien we woorden terug in het Oude Testament in Jesaja 53 die ons daar al op voorbereiden. Jesaja 53 vers 5. Om onze zonde werd hij doorboord. Om onze wandaden gebroken. De straf die hij onderging bracht ons vrede. Zijn striemen gaven ons genezing. En verder in Jesaja 53 vers 11. Na het lijden dat hij moest doorstaan zag hij het licht en werd met kennis verzadigd. Mijn rechtvaardige dienaar verschaft vele recht. Hij neemt hun wandaden op zich. Daarom ken ik hen een plaats toe onder velen en hij zal hij met machtige delen in de buit, dat hij zijn leven prijs gaf aan de dood, zich tot de zondaars liet rekenen. Hij droeg de schuld van velen en nam het voor zondaars op. In het christendom wordt Jezus gezien als deze lijdende knecht. Zijn straf aan het kruis geeft ons vrede. Jezus' lijden was daarvoor nodig om ons die vrijheid te geven. Hij nam de schuld van velen op zich. En elke keer als we het avondmaal vieren, verkondigen wij die straf en zijn dood aan het kruis. Maar waarom?
Omdat het zo belangrijk is. Omdat het de kern vormt van ons geloof. Onze vrijheid, onze verlossing, onze verzoening met God is hieraan te danken. En dat moet keer op keer herdacht worden. En het is bijna in de maaltijd meer dan alleen herinneren. Het opdreunen van feitjes. Dat het gebeurd is. Het is voelen. Het is proeven. Dat Jezus dit voor ons gedaan heeft. En bij het herinneren, bij het deelnemen aan het avondmaal. Ja, hoort dus eigenlijk ook een stukje zelfonderzoek. Hoe staat het eigenlijk met mijn leven? Hoe staat het met die boodschap? Hoe werkt Jezus' sterven in ons leven door? Is mijn leven in lijn met wat Christus wil bereiken met zijn dood? En dat is soms schurend en confronterend. En in sommige kerken misschien ook wat te veel nadruk gekregen. Als ik terugkijk naar mijn opvoeding, dan merk ik altijd nog steeds een soort angst voor het avondmaal. Er zijn kerken waarin bijna niemand naar het avondmaal durft te komen. Omdat je het niet waard zou zijn. Omdat je het wel echt zeker moet weten dat Jezus voor jou gestorven is. En vaak is de tekst in 1 Korinthe 11, waar ik net stopte, die ik nu verder zal lezen, daar deel van. Omdat daar best wel stevige woorden staan. 1 Korinthe 11, vanaf vers 27. Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen, voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt. Want wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling over zich af. Nou, dat zijn niet de meest mooie woorden. Daar schrikken we soms van. Maar hoe moeten we dit nou eigenlijk zien? Nou, allereerst spreekt Paulus hier duidelijk tot de gemeente van Korinthe. Daar werd het avondmaal gevierd, vaak met een grote maaltijd erbij. Dan wel doordat rijke mensen een hele fijne, mooie maaltijd presenteerden. Dan wel doordat iedereen zijn eigen eten meenam. De rijken iets meer dan de arme mensen, die eigenlijk niks mee konden nemen. De rijke mensen hoefden ook minder te werken, dus die waren al lang en breed lekker aan het eten. Lagen laveloos aan tafel, toen kwamen de arme mensen ook nog eens even. En nou, die misstand, zegt Paulus, hoe kan je het feest vieren dat Christus iedereen gelijk stelt, dat iedereen met elkaar verzoent, terwijl jullie niet eens oog hebben voor elkaar. Dat de rijken lekker genieten en vieren dat het leven mooi is, terwijl de armen eigenlijk niks hebben. Dat kan niet bestaan dat jullie op deze manier deze maaltijd vieren, dan doe je het woord van God, dan doe je het offer van Christus teniet. En daar heeft hij deze felle veroordeling voor. En tegelijkertijd zegt dat natuurlijk ook wel iets over ons. Het zegt iets over hoe wij om moeten gaan met Jezus' offer. Het zegt dat wij ons eigen leven af moeten leggen. En dat we ons vertrouwen moeten vestigen op God, op Jezus. Je kan niet willens en wetens vasthouden aan je eigen leven. Want waarom zou je dan het avondmaal vieren? Als je geen deel wil hebben aan het sterven van Christus, dan kan het avondmaal een confrontatie zijn. Geloven in wat Jezus gedaan heeft, heeft effect op jouw leven en door jouw leven op het leven van de mensen om je heen. Dat is de radicale boodschap die Jezus keer op keer wil benadrukken. Verzoening met God, waardoor er een relatie is met je medemensen. Je kan pas vrij zijn als je vrij bent van jezelf. Je kan pas eigenlijk de boodschap van het avondmaal vatten als je volledig vertrouwt op wat Jezus gedaan heeft. Daarmee is het dus een confrontatie, een zelfonderzoek. En moeten we eerlijk zijn naar onszelf.
Maar bij die eerlijkheid hoort ook genade. Want er zijn ook mensen die kritisch zijn op zichzelf en denken, ja, maar mijn leven is een pijn op, voor mij geldt deze boodschap niet. Nooit niet, het is te erg. Het is nooit te erg. Jezus heeft een weg vrijgemaakt om terug te mogen keren bij hem. Je hoeft niet bang te zijn als jij je vertrouwen stelt op Jezus. Om te genieten van een avondmaal. Juist niet. Keer op keer helpt ons dat te herinneren aan wat Jezus voor ons wil doen. In vertrouwen op Jezus is er geen oordeel. En in de puinhopen van ons leven, of de puinhopen die ons leven kan zijn, vinden wij zijn genade. Keer op keer. En juist dat hebben wij elke keer nodig in het avondmaal. Om die genade te ervaren. Daarmee zijn we ook al eigenlijk aangekomen bij de breedte. We vieren dit maaltijd met het oog naar boven, gericht op God en hoe hij werkt in ons leven en in de wereld. We denken en herinneren het lijden van Christus, maar we vieren het ook met elkaar. We worden als mensen die deze kerk bezoeken aan elkaar gekoppeld, of we dat nou willen of niet. Jezus lijden is niet alleen persoonlijk voor jou alleen, maar het richt de blik juist van jezelf af naar de mensen om je heen. En daarom is het zo mooi om dit ook in gemeenschap met elkaar te mogen vieren. En dat kan niet losgezien worden van Jezus die keer op keer de maaltijd viert met mensen, met zondaars, met tollenaars, met, nou, noem het maar op, iedereen. Wie je ook bent, wat je ook gedaan hebt, Jezus wil met jou aan tafel. En hij wil jou aan een tafel met anderen plaatsen. En juist aan tafel word je gezien en word je erkend. En wordt het in mooie kerktaal, het Koninkrijk van God, zichtbaar. Waarin iedereen welkom is. In de omgeving van Jezus vallen scheidingslijnen weg. We vechten elkaar de tent uit bijna om politieke partijen en voorkeuren. Maar juist aan tafel bij Jezus valt dat weg. We maken ons druk om hoe mensen in elkaar steken. Of je er wel bij mag horen in de kerk of niet. Nou, als er gesproken wordt over oordeel in de Bijbel, dan is dat oordeel altijd eerst op jou gericht, voordat jij met je vinger kan gaan wijzen. Aan tafel valt dat weg. En dat wordt met name benadrukt in het evangelie van Johannes, Johannes 15. En dat zijn woorden ook die Jezus rondom de maaltijd, rondom het Pesachmaaltijd gesproken heeft. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie bekend heb gemaakt. Jullie hebben mij niet uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en de vrucht te dragen, blijvende vrucht. Dan zal de Vader je alles geven wat je hem in mijn naam vraagt. Dit draag ik jullie op. Heb elkaar lief. Als we ons uitstrekken naar de liefde van Jezus, dan kan het niet anders dan dat we die liefde ook uit gaan dragen naar elkaar. Dat we dat laten zien aan elkaar. Wij zijn door Jezus uitgekozen. En laten wij oog hebben dan, ook voor alle mensen die Jezus wil uitkiezen, voor elkaar. Avondmaal vieren in de breedte met elkaar. En tot slot, vieren het avondmaal in de lengte.
We lazen het net al. Altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Tot Jezus terugkomt. Door het vieren van het avondmaal kijken we uit naar het feestmaal aan het einde van de tijd. Waarin de wereld hersteld zal worden en Jezus zichtbaar zal zijn voor iedereen. We kijken uit naar de tijd dat we deel mogen hebben aan het ultieme Messiaanse feestmaal. En beelden daarvan noemt Jesaja ook alweer. Jesaja, die noemt Jesaja al, Jesaja 25. Vanaf vers 6. Op deze berg richt de Heer van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan. Uitgelezen gerechten en belegen wijnen. Een feestmaal, rijk aan merg en vet, met pure rijpe wijnen. Op deze berg vernietigt hij de sluier waarmee alle volken omhuld zijn. Het kleed dat alle volken bedekt. Voor altijd doet hij de dood teniet. God, de Heer, wist de tranen van elk gezicht. De smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg. De Heer heeft gesproken. En het zijn beelden die we ook in Openbaring aan het eind van de Bijbel tegen gaan komen. Bijvoorbeeld Openbaring 19 vers 9. Toen zei hij tegen mij, schrijf op. Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd. En hij vervolgde, wat God hier zegt is betrouwbaar. We mogen altijd ons vertrouwen hebben op wat Jezus belooft. Ook in Openbaring 19 vers 17. Toen zag ik een engel midden in de zon staan. Luid riep hij tegen de vogels die hoog in de lucht vlogen. Kom naar Gods grote maaltijd. Een feestmaaltijd. Waarin alle lijden en alle pijn hersteld wordt. Is een maaltijd waar we in het avondmaal keer op keer verwachtingsvol naar uit mogen zien. We vieren vandaag het avondmaal. We staan stil bij God die zich naar ons uitstrekt. Die zichzelf heeft laten zien in Jezus. In Jezus die aanwezig is in ons midden. Stefan zei het net al, we denken in deze periode terug aan het lijden en aan de dood van Christus. Wat betekent dat voor jouw leven? Nemen we dat serieus? In ons doen en laten. Jezus dood is vrijheid voor iedereen. We delen het met andere christenen, met mensen hier in de gemeente. En als het goed is, krijgen we daardoor ook oog voor de wereld om ons heen. Voor Gouda, Zuid-Holland, Nederland, de wereld. We eten in hoop en in de verwachting dat Jezus op een nacht terug zou keren om alles te herstellen. En daarom ben ik zo blij met het avondmaal. Blij ook dat het een vast ritueel is. Waardoor we elke keer in onze gemeente maandelijks daaraan herinnerd worden. Dat we maandelijks stil mogen staan bij waar het voor staat. Een ritueel is soms een beetje een vage term, een lastige term. Ik vind het persoonlijk heel erg fijn. Het is iets wat houvast geeft. Ook al weet je het zelf even niet. Ook al voel je het zelf even niet. Ook al kun je er zelf op dat moment even geen woorden aan geven. Dan mag je deelnemen. Dan is er brood en wijn die jou dragen. Die jou meenemen. En juist als je het zelf allemaal even niet kan. Als je leven even op zo'n moment is dat je denkt, oh, juist dan mag er avondmaal zijn. Waar Jezus je zal dragen, waar je ook doorheen gaat. En zometeen is er ook ministry. Dat is een duur woord voor de mensen die daar aan de zijkant staan, die met je willen bidden. Als iets jou geraakt heeft of als iets jou raakt, ga naar hen toe. Ze luisteren naar je. Ze bidden graag voor je. Zodat je weer verder kan.
Jezus en zijn discipelen vieren de maaltijd. De discipelen waren getuigen van iets nieuws. En toch, na die maaltijd zal Jezus gearresteerd worden. Hij zal sterven. En van de discipelen was geen spoor meer te bekennen. Maar naast de dood is er licht. Is er een open graf. En komen de discipelen weer bij elkaar. Ze kijken terug op wat ze gezien hebben. Ze herinneren elke keer deze woorden. En vieren dat er leven is. Doordat Jezus gestorven is. En de overwinning op de dood heeft behaald. Niemand hoeft zo bang te zijn. Om zo ver van Jezus vandaan te zijn. Dat er geen weg meer terug is. Straks vieren we met elkaar het avondmaal. En Stefan neemt het zo meteen van mij over. En daarom wil ik nog even kort afsluiten met woorden uit Openbaring 22, vers 17. De geest, het laatste hoofdstuk uit de Bijbel. De geest en de bruid zeggen, kom. Laat wie luistert zeggen, kom. Laat wie dorst heeft, komen. Laat wie dat wil, vrij drinken van het water dat leven geeft. En zometeen zingen we het ook. Welkom thuis. En verderop in de tekst dat met zijn eindeloze goedheid en vergeving heet hij je welkom. Voel je thuis. Je bent vrij. En de geest van God roept, kom. Wie honger en dorst hebben naar Jezus die leven geeft. In overvloed. Neem, eet. Drink en herinner. Amen.